Dit is de Washburn WI-14. Dat is een mooie zwarte gitaar die wel lekker klinkt. XM van het merk Dean. Het is een prima gitaar, die speelt heerlijk. Toen ik hem kocht was hij niet helemaal 100% afgewerkt, want er staken wat frets buitenuit, dus ik heb de frets wat bij moeten werken om zo geen kapotte vingers te krijgen. Deze gitaar doet me denken aan een Gibson gitaar met de naam The Paul. Het is ongeveer hetzelfde model en een beetje dezelfde kleur. Ik gebruik deze gitaar vrij veel op demo's. Dit is een echt een heel fijn Jofol gitaartje. En dan komen we bij de laatste gitaar die ik heb. Dit is een 3/4 model. Deze gitaar wordt gebruikt als met name 13, 14 jaar eventueel op gitaarles komen. Kunnen ze deze gitaar gebruiken. Dit is gitarist Martinez. Gitaartje.
aardig geluidje in. Ik gebruik hem niet zo gek vaak, want ik hou niet van klassieke gitaren. Gitaren met nylon snaren. Nou heb je een beetje rond kunnen kijken naar mijn gitaren. In totaal 27 stuks, als we goed geteld hebben. Hebben we nog een ukulele. Plus hebben we nog een viool. Waar ik buiten kattengejank geen stukje melodie uit krijg. Nou, dat was het dan. Ik hoop dat u er een beetje plezier aan heeft beleefd. See you next time. Bye bye.